afwijken van de grote massa, dat is iets dat je ons zeker vaker zult gaan horen zeggen. Maar als we heel eerlijk zijn, is afwijken van de grote massa vrij vervelend. En het is vrij vervelend omdat het zoveel weerstand gaat opleveren. Letterlijk bij waarschijnlijk vrienden die je nu hebt, familie die je om je heen hebt verzameld. Zeker ook in je eigen brein. Want iedere keer dat je keuzes gaat maken die net wat anders zijn dan normaal, gaat weerstand opleveren. Een van onze tegenstrijdigheden binnen Large Love Business is comfortabel discomfort. En dat is simpel vertaald comfortabel worden met het oncomfortabele, zodat je uiteindelijk wel het leven en het bedrijf kunt bouwen zoals jij wilt. Maar tegelijkertijd is deze tegenstrijdigheid, dit is een van de vier, ook meteen de allervervelendste. Want dat discomfort is iets dat wij van nature als mens het allerliefste ontlopen. En afwijken van de grote massa, en ik heb het ook hier op mijn arm staan. Disparfugo is Latijn voor afwijkend van de grote massa. Arete is een ander heel mooi iets wat er ook aan bijdraagt. Dat is iedere keer, iedere dag opnieuw opkomen dagen en leven naar je volste potentie. En dat ligt helemaal in lijn bij dat wat ik in een eerdere video vertelde over eigenlijk het ontstaan van dat wat wij nu doen met Large Love Business, namelijk het misbaar worden, het gaan voor die 8,5 op ieder vlak. Omdat toen in 2012 ik mijn rug brak en later ik rond 2016, 17 niet meer blij was met het leven wat ik had, ondanks het succes van het bedrijf, en meer wilde gaan reizen en daarin al af wilde wijken van de grote massa. En later in 2018, toen mijn moeder die diagnose veruitgezaaide borstkanker kreeg, waarin we weer andere keuzes moesten maken. Iedere keer opnieuw zijn dat eikpunten geweest waarin ik merkte dat levert weerstand op. En iedere keer levert het vragen op als, ja maar hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Want dat doet toch niemand? Of ja maar hoezo dan? Want het normale leven is toch ook oké? Maar ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat jij meegaat in het gemiddelde, meegaat in de massa, dat je vrijwel nooit, ik zal niet zeggen nooit, maar vrijwel nooit echt oprecht het leven kunt gaan bouwen zoals je wilt. Dat je nooit uiteindelijk aan het einde van je leven op je sterfbed echt vol trots en tevredenheid kunt terugkijken en kunt loslaten, omdat je onderweg te veel hebt aangepast aan dat wat mensen van je verwachten. En als we dat ook terugkoppelen naar het verhaal dat John vertelde over het altijd doorbeuken en doorrammen en eigenlijk uit het oog verliezen waar het om draait, dan is dat denk ik het grootste probleem van de meeste mensen. Ze verliezen uit het oog waar het eigenlijk echt om draait. En omdat ze uit het oog verliezen waar het eigenlijk echt om draait, namelijk een leven bouwen waar zij zelf heel erg trots en tevreden op terugkijken, een leven waarvan zij iedere dag denken bij het opstaan, ja man, ik heb echt zin in de dag. Een bedrijf dat hen faciliteert in het geld, de tijd, de energie, het levensplezier, maar ook het bijdragen aan de wereld op een manier zoals zij willen. Al die keuzes, al die dingen, die zijn vaak niet mogelijk omdat ze blijven schipperen. Omdat ze blijven meegaan in die grijze massa die toch zegt, nou, misschien lat ietsje lager leggen. Nou, dat is misschien ook niks voor jou en wij zijn allemaal niet zo heel erg streverig. Dus nee, ik denk niet dat het goed is voor jou om die grote doelen te zetten. Of veel meer gaan reizen. Nou, dat is niet echt heel erg gewoon. Dat kan natuurlijk ook niet zomaar. Dus pas je doelen maar aan en stel je levensvisie die je hebt maar bij, want dat is gewoon onmogelijk. Als ik kijk naar wat er nu ook gebeurt in ons leven, onze Jason die is nu 23 weken oud. En een heel simpel voorbeeld, wij gebruiken wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. En wasbare luiers is vrij simpel, je doet er een velletje in en dat vangt de poep op en dat maakt dat het in principe niet een heel erg smeerbende is, tenzij je zo'n papiertje vergeet erin te leggen. En dat draagt bij aan, voor ons, een beter milieu, want wij gooien minder weg, we hebben minder troep. Het draagt ook bij aan, hij heeft minder uitslag, hij wordt sneller zindelijk, dus er zitten meer voordelen aan. Maar het enige wat wij horen van mensen om ons heen, nou dat is vies. Dat is een gedoe. Nou, dat is niks voor mij hoor. Nee, ik hou daar niet van. En waarom zeggen ze dat? Omdat ze niet weten hoe het werkt.
omdat het onbekend is. En dingen die onbekend zijn, of dat nou is wasbare luiers, of een bedrijf bouwen waar jij mee misbaar bent, of een leven leiden dat afwijkt van de grote massa, die weerstand die erbij komt kijken, maakt dat jij iedere keer teruggedrukt wordt in een hokje dat de mensen kennen. Jouw brein gaat je ook terug proberen te drukken in een hokje dat je zelf kent. En dus vallen we terug op rammen en beuken, zoals John vertelde. Vallen we terug op aanpassen aan dat wat hoort in plaats van dat wat we echt willen. En als er één ding is dat wij jou met Lifestyle of Business en met alle handvatten die we hier delen, maar ook in onze podcast en op social media, wat we jou mee willen geven is, ga durven afwijken van de grote massa. Want die grote massa is zo best niet. De meeste mensen zijn ongezond, ongelukkig, in ieder geval een groot deel van de tijd, hebben niet de financiële resultaten die ze willen, hebben vaak niet de relaties die ze willen en scoren simpelweg niet een 8,5 op ieder vlak. En die 8,5 op ieder vlak, dat nastreven, maakt niet alleen al dat je direct al afwijkt van de grote massa, maar maakt ook dat je enerzijds ruimte houdt om oké te zijn met minder dan perfect. We gaan niet voor die 10 op ieder vlak, maar het maakt wel dat je boven het gemiddelde van die zesjes mindset uitstijgt. En die 8,5 op ieder vlak betekent dat jij een 8,5 scoort op geld, relaties, liefde, gezondheid, energie, levensplezier. En hoe meer jij hebt op ieder vlak, hoe meer je ook kunt weggeven. Want op het moment dat jij een overvloed hebt aan energie, heb je ook een overvloed aan energie om met je kinderen te zijn. Als jij meer geld hebt dan je zelf nodig hebt, kun je meer gaan weggeven aan goede doelen of een eigen stichting starten. Als jij super veel plezier hebt in het leven, ben je gewoon een leuke mens. Ben je niet zo snel chagrijnig? Ben je niet aan het zeuren als mensen je afsnijden? Ben je niet aan het bitchen en whinen op alles en iedereen dat er om jou heen aanwezig is? Je bent een leuke mens. Dus op het moment dat jij die 8,5 scoort op ieder vlak en ook een bedrijf hebt dat een 8,5 scoort op ieder vlak en jij dus misbaar bent en dus een gezonde cashflow hebt en dus een leven bouwt dankzij jouw bedrijf. Het bedrijf ondersteunt jouw leven waarvan jij denkt, ja, ik laat ook echt wat na in de wereld. Ik maak ook echt een impact. Zul je gaan merken dat alle vlakken om jou heen beter worden. En dankzij de keuze die jij maakt om af te wijken van de grote massa en het simpelweg net een beetje, beetje beter te doen dan iedereen, dat dankzij die keuze van jou om af te wijken van de grote massa je andere mensen meeneemt in jouw groei. Andere mensen die dat zelf niet gaan kunnen. En dat dankzij dat besluit om af te wijken van die grote massa en iedere dag net een beetje beter te zijn dan de dag ervoor, jij een wereld nalaat aan jouw kinderen of de buurkindjes of andere mensen, in ieder geval de volgende generatie, die beter is dan dat wat er zou zijn als jij niet die impact zou maken. En dat is waar we jou in willen uitnodigen. Dat jij gaat leren relax te vlammen. Zodat je niet in de valkuil stapt waar John jarenlang in zat. Namelijk rammen en beuken en alleen maar voor zich kijken. En op het moment dat hij op een briljante locatie in Mauritius was, niet kon genieten van het perfecte leven. Omdat hij alleen maar wilde beuken, wilde werken. Hij was het totaalplaatje, dat waar het echt om gaat, uit het oog verloren. Wij willen dat jij leert relaxed vlammen. Zodat jij veel minder lang in diezelfde valkuil blijft zitten als waar John heel lang in zat. Wij willen graag dat jij die 8,5 gaat scoren op ieder vlak. Omdat je dan veel meer terug kunt geven aan de wereld. En ook zelf nu al in het hier en nu mooiere dagen hebt. En dat je tegelijkertijd gaat inzien dat op het moment dat jij misbaar bent in jouw bedrijf. En jouw bedrijf ook doorloopt en doorgroeit zonder dat jij aanwezig bent. Dat jij een nog veel grotere impact kunt maken en dat alles een stuk minder kwetsbaar is dan als jij alleen maar in die vakmanrol blijft zitten. En als jij dit gaat aanpakken en onze hele simpele 1%'tjes filosofie aanhoudt, dan zul je iedere dag gefocust zijn op 1%'tje beter. 1%'tje betere voeding. 1%'tje meer complimenten geven. 1%'tje meer liefde geven aan de mensen om je heen.
1% rustiger zijn. 1% van je geld aan de kant zetten voor later. 1% van je geld weggeven aan goede doelen. 1% op ieder vlak optimaliseren. En dan zul je gaan merken dat met bijzonder weinig moeite, want 1% is heel weinig per keer, je uiteindelijk een mega impact maakt. Want iedere dag 1% op verschillende vlakken is uiteindelijk echt heel erg veel. En als we dat gaan combineren, misbaar worden in je bedrijf. Zodat je mag werken in plaats van moet werken. En jij niet in de valkuil stapt zoals ik had in 2012 met mijn paardenbedrijf toen ik mijn rug brak. Gaat voor die 8,5 op ieder vlak, zodat je alles en iedereen om jou heen ook meeneemt in die spiraal omhoog. En gaat leren relaxed vlammen. Dan heb je in onze ogen die gouden combi te pakken. En een gevolg daarvan is dat je afwijkt van de grote massa. En omdat jij afwijkt van de grote massa, geleerd hebt om comfortabel te worden met het oncomfortabele, kun jij niet alleen voor jouzelf een leven creëren dat jij wilt en wat jou intens gelukkig maakt, maar kun je ook andere mensen inspireren hetzelfde te doen. Met als resultaat dat jij ooit, net als mijn moeder, wat ik je eerder vertelde, op het sterfbed trots en tevreden terug kunt kijken. Omdat je alles hebt omarmd, alles gegeven hebt en weet dat je nergens hebt laten liggen.